partnerschappen tussen teams on team benaderen hoeft niet iets slechts te zijn. Laat me dat zeggen. Maar voor het Surinaams onderwijs is het wel een gedurfd concept. Maar nogmaals, ik kan niet uitspreken of dat goed of slecht is om te zien hoe het werkt. Het is verrassend. De aanleiding kan zijn dat men meer onderwijskundig leiderschap met organisatorische zaken wil mixen om goede resultaten. Dat kan. En het kan werken. Dus ik wijs het concept niet direct af. Maar het probleem is wel, hoe communiceer je met de school en bijvoorbeeld de bonden waarom je zo'n concept bijvoorbeeld toepast. En dat is dus het probleem. Men doet iets nieuws, wat heel positief kan zijn, maar men communiceert het niet met de bonden en ook bijvoorbeeld de mensen op de school om te begrijpen. Want die hebben één concept en er is één baas, een directeur en OD's. En dat is iets waar je moet over praten. Wat we breder een probleem hebben is medezeggenschap. Wanneer je directiefuncties gaat invullen, sollicitaties, is het goed dat je dus inspraak organiseert, noemen we dat met een deftig woord, waarbij het ministerie niet vanuit de bureaus een besluit neemt vanuit een basha-cultuur, een machtscultuur. Maar ze zeggen, luister, we gaan een nieuwe directeur proberen te selecteren. We gaan u betrekken, dit zijn de procedures. Je komt niet aan de competenties van het ministerie, maar je organiseert het anders met inspraak. De bond heeft geen keuze op het ogenblik om die belangen op deze rare manier op te pakken. Omdat waar hebben de leerkrachten of medewerkers van de scholen, waar moeten ze verder gaan om hun eet kwijt te rijden? Dan komen ze bij de bond. Vanaf volgend jaar, volgens de resolutie, kunnen ook mensen van buiten of uit de particuliere sector gekozen worden om daar in het managementteam zitting te nemen. Wat vindt u daar? Kijk, het is verfrissend om ook captains van bedrijven. Een school moet veel professioneel geleid worden. En ik ben wel het eens, je gaat me daar wel vinden voor ondersteuning, dat we soms moeten kijken naar wat is het profiel van een schoolleider, een schooldirectie. Dat zijn belangrijke mensen die succes en slagen van onderwijs vernieuwen en bepalen. Nu zie je in het onderwijs dat mensen als ze 18, 20 jaar in het onderwijs zijn, dat ze vinden dat ze die directeur moeten worden. Ik vind dat niet hoor. Of je moet geweldig goed zijn. Maar als je kijkt wat het ministerie wil, het niveau van onderwijsinnovatie, vernieuwingen, kun je bijna zeggen dat we zoeken naar een manager die in staat is vernieuwingen in het onderwijs te implementeren. En dat zijn de mensen die op die school al zitten niet meestal de meest realistische profielen. Maar weer gaat het hier met een stukje overleg. Aan de andere kant, wat het ministerie ook zeker moet doen, dat je een pool van schoolleiders moet organiseren. Dat wil zeggen, de schoolleiders hebben hun hart in de scholen, ze doen goed werk. Maar vorm een pool waarbij je zegt, ik stop 30, 40 schoolleiders, ik train ze, ik geef ze een opleiding. Waardoor je elke keer wanneer je mutaties moet plaatsvinden, herplaatsingen, als mensen met pensioen of anderszins, kunt putten uit een dergelijke groep, omdat je zegt, hey, ik heb een aantal mensen al getraind en die hebben een kans om nu bij de volgende vacature op die school te komen.